koploper van de Eredivisie in de vroege zondagwedstrijd. Tegen de nummer 12 Fortuna, dat 19 punten heeft. 16 daarvan verzameld uit de laatste 7 wedstrijden. En zo weg uit de onderste regionen richting de middenmoot. Dit is de opstelling van Fortuna in de fraaie voetbalplaatjesvormgeving. Ja, weinig verrassing eigenlijk in die formatie van Sjors Ulte. Het draait daar een nieuwe back. Die is aankomen waaien deze transferperiode. Tirpan. Mikael Tirpan. En op de bank bij Fortuna zit nog een nieuweling. Thibaut Verlinde. 3 jaar geleden ging hij van Sittard naar Amsterdam. Voor zo'n 2 miljoen euro. Dus eventueel nog wat extra met bonussen. Doorverkooppercentage. Dit is de opstelling van Ajax, waar Ten Hag eigenlijk weer terugkeert naar de formatie van de klassieker met 2 uitzonderingen. Want Schuurs staat in het centrum van de verdediging naast Blind. Dat gaat ten koste van Timber. Timber die in eerste instantie niet bij de wedstrijdselectie zat, omdat de uitslag van de coronatest nog niet binnen was. Zit wel op de bank inmiddels. En Labiat, hij staat op de nummer 10 positie. En dat gaat ten koste van Quincy Promes. De zijkanten worden bezet door Tadic en Anthony. En dat betekent dat de Neres, die 45 minuten kon voetballen tegen AZ in het bekertoernooi, dat hij weer op de bank zit. Tadic, beweging bij Haller. Tadic heeft het gezien. Haller, lichaam gebruikt. Langs de doelman is het idee. Maar dat lukt dan net niet. Goeie ingreep van Yannick van Os. Dan was hij voor het eerst weg. Aan de andere kant, Semedo met zijn snelheid. Polter in beweging. Fleming is in het 16 meter gebied. Hier is hij, Zian Fleming. Rienstra, vrij. En daarna Hansel met een schot. En Onana, die moet zweven. Leuke opening van deze wedstrijd. Haller die de eerste mogelijkheid kreeg voor de Amsterdammers en de bal net niet om de doelman heen kan slepen. En aan de andere kant deze uithaal gepakt, stelvol door Onana. Anthony. Klaassen het klaarleggen en dat is knap geschoten. Bal nog getoucheerd. Labiat van Os leek daar kansloos. Tadic. Tadic, goed balletje. Haller, volgende mogelijkheid. En die moet je eigenlijk wel maken, zo oog in oog met Van Os. Tweede kans voor de Fransman. 1 goal tot nu toe tegen Twente. 3 keer een assist. Dat is zijn bijdrage tot nu toe in Amsterdam. Haller, slim weggelopen. 100% kans. Maar nog 0-0. Gravenberg zet Tadic aan het werk. Moeizaam uitverdedigd door Tirpan. Schuurs. Anthony. Anthony naar zijn linker. Haller. Tadic. Vlag blijft omlaag. Lastig om daar iets van te maken. Gravenberg. Mazzoui. Balverlies van de rechtsback. Daar komt Semedo op volle snelheid. Semedo op het juiste moment wordt de bal gegeven. Tagliafico is te laat, kan niks doen. Semedo met de kans en die gaat naast. Geweldige counter van Fortuna. Waar Semedo zijn surplus aan snelheid even benut ten opzichte van Tagliafico. Nu Ajax met Labiat. Snel genoeg om die bal binnen te houden. Terugleggen en bijna het eigen doelpunt. Zo gaat het op en neer. Labiat. Schuurs. En dan valt hij erin. Is het misschien wel een eigen goal? Ik geloof niet dat Schuurs daar nou heel veel contact heeft. Maar Ajax komt op voorsprong. En Polter heeft al niet zo'n beste week. Is de slemiel in minuut 19. Ze zijn al gevaarlijk geweest tot nu toe. De hoekschoppen van Labiat. Schuurs er onderdoor, maar via de schouder, de bovenarm van Polter, ploft die bal in de lange hoek waar niemand bij de paal staat. Hansson. Te zin in Hansson. Fleming, Hansson doorgelopen. Geen buitenspel. 1-1. Wel buitenspel. Vlag omhoog. Fleming.
Ja, een meter. Tagliafico. Komt Ajax weer. Tadic. Tadic met de kans, puntertje. En dan lift hij hem over de goal van Van Os. Zo'n beetje iedere aanval levert in ieder geval iets op tot nu toe in deze wedstrijd. Fortuna dat ervoor gekozen heeft om de aanval als beste verdediging te verkiezen vandaag. Maar dat laat ook in dat er voor Ajax veel ruimte is om te voetballen. Labiat, Anthony ligt in volle snelheid. En aan de andere kant is er veel ruimte voor Tadic. 3-4 man van Ajax onderweg. Daar komt Anthony en de volgende grote kans. Gepakt door Van Os. Ja, Ajax toch wel erg laconiek met die kans om aanspringen. 0-1. Maar het verschil had al een stuk groter kunnen zijn. Aan de andere kant natuurlijk wel wat momenten geweest voor Fortuna. Dat schijnt al wat minuten in iets rustiger vaarwater dan dat het in de eerste 25 minuten nou niet alle kanten op ging. Want voornamelijk van rechts naar links. Maar Fortuna toch ook wel de enige regelmaat gevaarlijk opdook in de buurt van Onana. Zou nu weer kunnen gebeuren met Cox. Blok van Schuurs. Bal blijft wat hangen. En dan is Onana uiteindelijk degene die redt op de uithaal van Hansson. Klaassen naar Anthony. Anthony kan wachten op Mazraoui of zelf iets ondernemen. Eerste gebeurt. Mazraoui met de voorzet. In de tweede paal staat Tadic. Tadic met de controle. En wat gaat hij vervolgens bedenken? Alles zelf kunnen doen. Weer laat Ajax een grote mogelijkheid liggen om de score te verdubbelen. Tadic nu weer in balbezit. Als Tierpan al een aanvallen dag, dan kan hij er nu alsnog in. Maar gebeurt het weer niet. Haller niet en Labiat niet. Tadic die hier kan wikken en wegen op een meter of drie voor de neus van Van Os. Wat nou de beste optie is. Hij kiest dan de minste. En even later weer een mogelijkheid. Met Haller en Labiat die net tekort komen. Met name Haller. Tagliafico hard. Te hard naar de zin van Higler. Fleming gaat verhaal halen. De Argentijn is daar weer niet van gediend. En zo hebben we ineens een opstootje te pakken. In. Het was hotse, knotse. Bal hangen omhoog naar beneden. En vervolgens deze ingreep van Tagliafico die stevig is. En dan gaat Fleming zich ermee bemoeien. Tagliafico. Kijk, geel. Dan krijgt Fortuna deze vrije schop nog te nemen met Cox. Dat is geen gekke bal van Cox. Anga komt er net niet aan. Anthony nog een keer gelanceerd door Onana. Zijn snelheid. Anthony is alleen. Nu komt Labiat er ook aan. Anthony, een beweging met de voet omhoog na het duel met Tierpan. Weer wat irritatie. Die nou zo opgefokt is, is me echt een raadsel. Verliest het duel van Tierpan. En dan een heel klein tikje. Ja, het is minimaal. Mazraoui naar Anthony. Overname Fortuna. Teki. Beweging bij Semedo. Heeft het gezien, Teki. Semedo 1-1 met Tagliafico. Draait daar handig weg. En hier komt de gelijkmaker. Dit is goed gevoetbald door Fortuna Sittard. Het doelpunt van de vleugelverdediger notabene, Tirpan, die ook helemaal voorin te vinden is. Uitstekende aanval. En zo komt de thuisploeg op gelijke hoogte. Kort draaien. Tagliafico kan de voorzitter niet uithalen. Tadic komt te laat. Het is gelijk in Sittard. Tagliafico. Oh, Anthony krijgt het in zijn schoot geworpen eigenlijk, deze mogelijkheid. Na het mistasten van Cox. Daar leek hij een beetje van te schrikken. Anthony. Laatste actie van Anthony, die gaat er zo af. Neres staat klaar om in te vallen, legt hem nog even neer. En dan is dit hens of niet van Labiat. Dan is de vraag hoe hij die bal binnenwerkt. Of dat met de arm is of toch met de buik of de borst. Ik denk dat die bal de handel raakt en dan gaat dit doelpunt niet door. Doelpunt geannuleerd. Het blijft 1-1. En hij wist het natuurlijk al.
Geen buitenspel voor Semedo. Die mag door. Heeft Gravenberg voor zich. Sandro Semedo. De versnelling zeker op de eerste meters. Semedo zoekt dat met contact met de tegenstander. Dat is niet zijn hand. Klaas. Semedo is er altijd blijven liggen daar. Bij die botsing. Dan leek het alsof Onana die bal over de zijlijn zou gaan trappen. Maar dat doet hij niet. En zo gaat Ajax gewoon verder. Tadic. Nabiat. Zijn ze bij Fortuna erg boos. Omdat ze menen dat Semedo in het gezicht is aangeslagen. Die zit daar nog altijd op de grond als Ajax verder voetbalt. En op een 2-1 voorsprong komt. Haller als laatste of is het weer een eigen goal? Hoe dan ook. Ajax leidt. En bij Fortuna zijn ze kwaad op de scheidsrechter, op Ajax, omdat ze de bal niet buiten spelen. Ja, hier is echt helemaal niets aan de hand. Ajax verder voetbal. Dit het moment is dat Fortuna die bal natuurlijk ook buiten had kunnen spelen. Wat dat betreft is de verontwaardiging richting Ajax niet helemaal op zijn plaats. Haller kruipt dan voor Jansen. En tikt hem binnen. Tien minuten nog. Als Klaassen er doorheen is en Klaassen de kans biedt aan Tadic. Tadjafico bij de eerste paal. Verlinde duelleren met Neres. De Braziliaan wint. Dan kan Ajax nu de 5-1 situatie die ontstaat wel gaan uitspelen, zou je zeggen. Nou, het is nu in ieder geval 2 en bij Fortuna komt er nog eentje terug. Haller met de mogelijkheid. Haller nog altijd bij de tweede paal. Staan ze te zwaaien. Van hier die bal. Maar dit is het verhaal van Ajax. Het wordt wederom heel matig uitgespeeld. Haller. Haller, Klaassen helemaal vrij. Neres. Neres zoekt in de lange hoek. En dan gaat hij er alsnog niet in, zeg. Dat is de zoveelste kans voor Ajax. Een rugbyaanval. De bal over de breedte van links naar rechts geschoven wordt. En hij in de rest het eindstation is. Cox. Voorzet van Cox met Polter in het 16 meter gebied. Polter die dan de overtreding maakt. Aan de schil van Alvarez. Polter krijgt daarvoor de gele kaart. Zo vol in de knieholte geraakt. Gele kaart wordt teruggedraaid. Een Polter ziet dan rood. Dat is het einde wedstrijd. En dat is dan het einde van een ellendige week voor de Duitser. Makkelijk ging het allemaal niet. Op een lastig bespeelbaar veld. Ook dat in Sittard. Maar uiteindelijk weet Ajax het dus wel over de streep te trekken. Dankzij Sebastien Haller.